het begin van die oorlog. Ik paste op de kinderen van een broer en een zuster. Dat was ik natuurlijk, ik nog alles. En toen was er 's nachts een hoop lawaai. Ik logeerde daar. En toen zei mijn broer, het is oorlog. Dit is voor mij het begin van die oorlog geweest. Ik had me aangesloten bij een EHBO-groep. Daar hadden we ook lessen gevolgd van een dokter, als er is wat als. Wij zaten, dat weet u wel, als je van de Seligsteen komt en je rijdt naar de Belkrum. Daar was een chocoladefabriek, De Faam. Daar hadden wij van De Faam een post gekregen voor het Rode Kruis. Om als er wat zou gebeuren, wij konden helpen. Toen kwam er om 7:00 's morgens bericht dat wij niet meer weg mochten. Dus ja, wij bleven er. Maar wel dat de stad aan het evacueren was. Toen kregen we 1/2 uur later bericht dat we nog even thuis afscheid konden nemen. Dus reed ik naar de Seligsteen. Daar was niemand meer. De tafel stond nog gedekt, ze waren weg. Toen was ik daar, toen kwam een broer van mij binnen. Die zei, wat doe jij hier? Jij had lang weg moeten zijn. Dit is gewoon, dat is levensgevaarlijk. Ik zei, ja, maar wij mochten niet weg. Hij zei, ga naar Leendert. Dat was toen nog Catharinestraat, de garage. Want die is bezig met zijn vrouw, om zijn vrouw ergens onderdak te brengen. En misschien tref jij ze nog. Nou, ik heb ze nog getroffen. Ze hebben mij meegenomen en toen hebben we afgezet in Achtbaan. Andere Bredana's, die zijn van Breda naar dat dorp gewandeld. Ook mijn ouders die nooit meer wandelden. En ik heb daar aan die poort gestaan 's morgens. Wat zou ik toch blij zijn als ze hier langskomen. En zij zeiden, ga toch een keer bij die poort weg. Dat zou wel zo toevallig zijn, dat gebeurt nooit. En s'avonds 7:00, 8:00 kwamen mijn vader en moeder aangeschokt. Die nooit liepen, altijd in de auto zaten. Dat was een weerzien, dat kan ik niet vertellen. En nou, we hebben daar 3 dagen gezeten. En ja, ze zijn toch allemaal nuchter. Dus op een gegeven moment zei mijn broer Leendert. Die zei, wij kregen een schuur van die boer om te slapen. Die zei, jongens, die Breda'se toren, die staat er nog. En ik geloof niet dat er veel in Breda gebeurt. En hier is oorlog en daar is oorlog. En vluchten naar België doe ik niet, want daar is ook oorlog. Dus je kunt mee met, die had zijn auto daar zodoende staan. Je kunt met me mee. Dus wij zijn in die auto gestapt. We zijn naar Breda geweest en voor de rest hebben we in Breda gezien. Er was niks gebeurd. Er waren de huizen leeg. Er waren natuurlijk bakkers weg. Hè. Er was de melkboer weg, weet ik veel wat. Dat waren dingen die je niet had. Maar ja, voorraden waren bij ons in dat huis altijd vol. Dus wij konden echt wel een poosje vooruit. Maar met geld hebben, weet ik wel dat er veel mensen omhoog zaten. Die banken die gingen vrijdagsmorgens dicht. Dat wil zeggen, die zijn niet open gegaan. Sindsdien ben ik zo bang. Ik ga nooit meer zonder een 100 gulden of wat dan ook om een boterham te kopen onderweg weg. Ik ben nooit meer zonder geld, echt zonder geld weggegaan. Niet de kapitaal, dat kan niet. Maar je moet een broodje kunnen kopen of een kopje koffie. Dat is daarvan. Je liep wel eens in de stad, maar dan ging je toch weer zo gauw mogelijk uit. En ik zat op een zangkoor, want ik heb de Johannes en Matthäus Passion meegezongen. Maar daar ben ik weggegaan, omdat je s'avonds niet door een stad met Duitse soldaten wou fietsen. Hè? Dus dan blijf je thuis, dan ga je niet meer weg. Hadden jullie een radio thuis? Ja, wel. Tot de oorlog. Maar toen hebben ze me voor de zekerheid ook maar weggedaan op een gegeven moment toen dat moest. Want er waren veel te veel broers die eventueel gevaar zouden hebben geleden. Ik had een broer die heeft Rotterdam het bombardement meegemaakt. En die heeft met een vriend gestaan als vlucht in de portiek van een huis. Daar is geschoten en die vriend is daar getroffen in de portiek en hij niet. Hij is vanaf dat moment het verzet gegaan. En die werk, er was nog werk voor mijn vader, wat er in aanbouw was, het materiaal. Er werd nog gebouwd, ik weet niet precies waaraan.
En daar is hij opgepakt, want iemand heeft hem in Breda verraden. En ja, die heeft dus vijf Duitse kampen meegemaakt. Waarvan in Nederland Amersfoort de ergste was. En na die vijf kampen is hij naar Buchenwald gestuurd. Hij is, toen hij pas in dat verzet in Rotterdam gegaan is, is hij gaan uitzoeken als er vliegtuig neergeschoten was, wat die mensen deden. Daar waren altijd vrijwilligers die deze mensen opvingen en verstopten. En ze probeerden over de grenzen tot ze, en dat was een heel circa mensen die dat deden, want tot ze in Spanje waren, konden ze naar Engeland. Hij heeft aan mijn moeder gevraagd. Hij zei, moe, luister nou eens, kun je aan brood komen? Ja, waarom? Hij zei, ik probeer die Engelse vliegeniers op te vangen en wij proberen ze met een aantal mensen naar de grens te brengen. Maar toen zei mijn moeder, en wat moet daarmee? Ja, hij zegt, je kan zwart nog best aan boten, aan beleg komen, aan dinges komen. Als ze hier klaargemaakt kunnen worden, dan neem ik ze mee. En toen zei mijn moeder tegen mij, op die en die kelderplank ligt 's avonds brood, er ligt beleg, er ligt boten. Maak jij zoveel boterhammen klaar in zoveel pakjes. Kijk, als mijn broer gepakt was en zo gepijnigd dat hij had gepraat, dan hadden ze hem ook opgepakt. Nou had ik een broer in Groningen en die had een garage. Als garageman had je nog een auto. Hè? En die hadden nog een heleboel onderdelen. Dat hebben ze verstopt. De Duitsers zaten daar op de duur om verlegen. Hè? En toen zei iemand, jij moet weg kunnen. Want sommige vrienden wisten dat hij veel materiaal voor de Duitsers, die veel voor de auto nodig hadden, verstopte. Dan word jij altijd door een van de mensen, van jouw werkmensen, word jij een keer verraden. Daar kun je donder op zeggen. Hij krijgt op een gegeven moment een telefoontje, Bram, het is zover. Hij heeft zijn vluchtweggetje vol in de auto en is naar Breda gereden. En toen heeft hij ondergedoken, dat was hem al aangeboden, op de vloeienweide. Maar hij heeft wel de hele dag het gebeuren bij de boswachter moeten aanhoren, terwijl hij in een kuil zat. De boswachter Neefs? Ja. En dat heeft hij de hele nacht onder de bladeren aangehoord. En hij is dus ook daar aanwezig geweest tijdens de overval? Ja. Alleen ze hebben hem niet gevonden. Kijk, als een Duitser in die kou was gevallen, hij zat met een mes in zijn handen, hoor. Ja, dan was er wat gebeurd.